Oké, dit was al spectaculair, maar het belooft vandaag nog veel spectaculairder te worden. Dit is een special wat volledig in het teken staat van tafeltennis. En dat doen we met onze toppers Martijn en Britt. Ja, onze toppers van vandaag zijn weer van het hoogste niveau. Martijn de Vries was al Nederlands kampioen in het enkel en het dubbelspel. En Britt Eerland werd vorig seizoen zelfs tweede van Europa. Pats! Ja, zo doe je dat! Oké, Sergio, je hebt best een goed iemand tegenover je, want ik tafeltennis al gewoon 10 jaar. Hoe lang jij? Nou, 1 jaar. 1 jaar? Oké, nou, eens even kijken of ik je een beetje weg kan spelen. Oké, puntje voor jou. Ja. En hoezo ben je op tafeltennis gegaan? Toen we op school waren. Nou, ik was... Dacht ik speel in de pauze even iedereen weg? Ja, precies, dat was het. Oh, serieus? Ja. Oh, en wat is je tafeltennisdroom? Nou, als ik misschien een kampioenschap win. Oké, wow, dit is echt niet normaal. Dit is niet normaal. Oké, hoe vet ziet dit eruit? Nou, heel vet, denk ik. Wil je ook zo goed worden? Ja, sowieso. Oké, dan gaan we ze erbij halen. Toppers, Martijn en Britt, kom erbij. Wat wil je precies leren? Nou, vooral zeg maar een beetje meer klaarstaan als ik zeg maar heel hard de bal ga slaan. Voor en slaan en daarna terugkomen? Ja, daarna terugkomen. Dus dan bedoel je eigenlijk als je naar voren gaat en weer terug. Naar voren en weer terug. Misschien is het dan nog als jij een potje met Martijn gaat spelen... dat wij even kunnen kijken wat er nou precies gebeurt. Ja, dat soort van dat, ja. Britt, naamgenoot, we zagen eigenlijk meteen wat er misging. Ja, je ziet dat hij doorslaat, dus hij loopt helemaal hier naartoe. En als je natuurlijk terugkomt in die hoek, dan ben je daar te laat voor. En hoe kan je dat oplossen? In een wedstrijd ga je opbouwen, zodat je een echte kans hebt en die sla je door. In plaats van te veel kracht dan zit er zeg maar een beetje gemiddeld, denk ik. Het tafeltennis doen we heel vaak multibal. Dat betekent dat Martijn of ik naast de tafel staan en dan geven we ballen aan. Dus hij gaat 1 op backhand spelen, 1 op midden, 1 op voorhand en weer terug naar midden en weer naar backhand. En hij gaat alles met voorhand spelen, dat hij steeds weer kan letten op die gewichtsverplaatsing. Naar midden. Oh, zo! Voorhand. Wow! Midden. Oh, ja. Voorhand. Ja, ja, maar je bent echt goed. Je bent echt goed. Voorhand. Hey. Naar midden. Oké. Okay. Backhand. Naar midden. Ik word hier helemaal gek van. Moet je nagaan als je nog moet raken? En ik heb eigenlijk maar 1 ding gezegd en hij doet het gelijk. Hij doet het meteen. Het is een robotfunctie of zo. Blijft goed gaan. Ja. Het is doodeng. Het enige is, als de bal soms heel snel op hem afkomt, dan schrikt hij een beetje. En dan speelt hij ook snel. Dus ook al komt de bal snel, blijf rustig en blijf die slag afmaken. Sergio, Britt heeft een kleine finale bedacht. Ja, Tijn gaat blokken van... Eén hier, één hier, één hier. Dat is heel kort en snel. Heel kort en snel. En dan de 11e bal mag hij inslaan. 3, 2, 1, let's go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Heel goed gaan. Vond je het leuk, deze les? Ja, heel erg. Jij hebt er veel geleerd? Nou ja, vooral die goed positie aan die dingen. Ja. Oké, nou heel veel succes. En we gaan je zeker zien in een oranje shirt, denk ik, een keer op tv. Oké, Martijn, Britt, ik heb hier een kaartje met allemaal challenges erop. Het zijn hele moeilijke challenges en jullie gaan die uitvoeren. Jullie mogen zelf steeds bepalen wie welke opdracht uitvoert. Ja, naar elkaar wijzen. Het zijn er 6, maar we zetten jullie onder druk. Jullie krijgen namelijk maar 2,5 minuten tijd. Oké, opdracht 1. Sla 5 bekers op een rij omver. De bekers staan al klaar. Wie van jullie gaat hem doen? Ik ga hem proberen. Britt? Oh nee. Oh nee! Ik ben helemaal in de vlees, joh. Hé, jongen, op mijn hoofd had je er meteen. Dat is ik niet, hè? Ik ga hem wel even proberen. Ja, succes. Ja, 1, 2, 3. Oh, bijna, kom op. Ja! Houd 20 keer de bal hoog met de onderkant van een bedje. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Challenge helemaal geluk. Sla de bal met effect om het net heen op de tafel. Oeh! Ja, dat wordt nog, hè. Oké, nee, kom, het komt goed. Oh! Oké, opdracht nummer 4. Sla de bal achter je rug om terug. Ja, Martijn. Oké. Zet de tafelhelft ongeveer 5 meter uit elkaar en speel een rally van 10 slagen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130,
keer over zonder dat deze kapot gaat. 10 keer over. 3, 2, 1. 1. 1. 2. Passen. Wauw, oké, okay, 1. 2. Ja, jongens, lekker. 2. 3. Oké, hou vol. 4. 5. Oh, jullie gaan het gewoon halen. 6. 7. 8. Durf niet te kijken. 10! Ah. Yes. Oké, okay, jongens, kom maar bij. Omdat jullie de challenge ronde gehaald hebben, heb ik twee fantastische prijzen. Namelijk een echte SEP sportpet. Super, ja, die wil je in je collectie hebben. En dan gaan wij door naar de quizvraag. De quizvraag van deze week is: hoe heet de slag die Martijn nu gaat doen? Hoepa! Denk je het goede antwoord te weten? Ga naar onze website. Vul je antwoord in en wie weet maak je kans op deze fantastische SEP sporttas. En ik geef een kleine tip. Deze slag is vernoemd naar een fruitsoort. Succes! Oké, okay, Britt, Martijn, we hebben hier weer een nieuwe wens. Wie ben jij? Marissa. Hoe lang zit je al op tafeltennis? 2 jaar. 2 jaar. En waar ben je heel erg goed in? Smashen. En dat je dan meestal wel de tegenstander uit kan slaan. Uitschakelen. Ja. Jij schakelt ze meteen uit met je smash. Ja. Wat zijn je dromen met tafeltennis? Om in het Nederlands team te komen. Wedstrijden heel veel te winnen tegen andere teams uit andere landen. Dus eigenlijk wil jij gewoon dat shirt later aan? Ja. En wat wil je leren? De service. De service. Hey, besef je wel, je speelt nu met iemand uit het Nederlands team. Ja. Oh ja. Ja, wat ik vooral zie is dat jij, als jij serveert, dat je vaak de bal aan de zijkant van je bedje raakt. Ja. Belangrijk is dat je hem op je rubber raakt. Ja. Daar begint het mee. Dat is heel belangrijk. En wat ik ook zie is dat je de bal toch best wel hoog raakt. Ja, dat is wel beter. Je laat hem eerst het belletje op de tafel stuiteren en dan probeer je hem er alleen maar even tegenaan te slaan. Ja, super. Toppie. Dat is hem. Oké, okay, ja, maak er volgens mij geen frisbee van. Want als je hem gaat frisbee gaat het mis en als je hem zo doet gaat het goed. Service, dit is belangrijk. Dat is voor jullie ook handig. Ja, oké. Okay, ondertussen ik aan het praten was, ja. Super. Eerst nog even tegen de bal. Goed zo. Super. En Marissa, hoezo gaat het nu beter? Wat voel je? Welk verschil? Omdat ik nu meer zo stempas en zo. Het werkt echt, hè? Denk je dat je klaar bent voor de finale? Ja. Oké, okay, ik zou zeggen, op naar die grote finale. Het werkt als volgt. Je ziet een bedje staan met handtekeningen. Je ziet een bidon met het SEPsport-logo en de pet met het SEPsport-logo. Je krijgt zometeen 5 kansen. En elke keer als je iets raakt, mag je het hebben. Concentratie. Pak je rust, dan sla je ze allemaal omver, die dingen. Ik zou zeggen, let's go. Super. Kans nummer 2. Kans nummer 3. Oeh, close. Kans nummer 4. Oeh! Gefeliciteerd. Kans nummer 5. Heb je veel geleerd? Ja. Ja? En wat ga je doen als je thuis komt? Gelijk oefenen. Heel veel trainen. Bedankt dat je er was. En dan heb ik voor jullie nog een heel leuk wedstrijdje. En dat doen we op hele rare ondergronden. Dit netje kan ik overal opzetten. Ik heb de meest gekke ondergronden bedacht. Zo spannend. Ah, ben ik op het randje. Britt, kom op, hè. We gaan naar de volgende. Kom op, hè. Oh, ja. En dan is dit het speelveld met dit. Hey, wie zit er normaal meer aan de bar? Martijn. Oh! Oh! Yes! Oké, okay, en nu heb ik iets heel vets. Zo is het veld gelijk. Oké, okay, jongens. Heel veel succes. Yes! Ah! Nee! Oké. Okay. Afleiding! Afleiding!
laatste punt. Het gaat om eeuwige roem. Heel veel succes. Gigantische, gekke tafeltennisspel is gewonnen door Britt. En dan wil ik tegen jullie zeggen, bedankt voor het kijken. Gefeliciteerd met je eeuwige roem.